Marinus Dijkhuizen, een zwaar bevochten, maar verdiende overwinning, denk ik? Ja, vond ik wel. Als je de kansen uiteindelijk gaat tellen, dan met name de tweede helft. Dan hebben we veel kansen gehad. Of veel. Maar 4-5 goede kansen, denk ik. En voor mij hebben we bijna niks weggegeven tweede helft. Dus ja, verdiend. Jullie beginnen net als tegen de Graafschap in 5-3-2 of 3-5-2. Wat was de reden daar deze keer voor? Omdat we eigenlijk met Sander Houtkoop niet een hele goede echte linksback hebben. Dat zie je eigenlijk tweede helft wel een klein beetje terug. Bij een paar momenten dat hij binnendoor gestoken wordt waar hij kwetsbaar is. Ook logisch, dus linksbuiten. Dus we hebben eigenlijk met 3 achterop en dan 5 op middenveld eigenlijk super afhand spelen. Nou, dat kwam er niet uit. Aangeduurd in de eerste helft. We starten nog wel aardig, maar het werd slechter en slechter. Geen initiatief, geen ballen terugspelen terwijl vooruit, lange ballen. Dus eigenlijk alle dingen die we niet wilden. Dus vandaar de omzetting in de rust. Dan breng je Van Kippensluis en gaat het systeem anders. Volgens mij voetballen jullie dan ook een stuk beter. Ja, tweede helft speelt een stuk beter. Dat is duidelijk. Ik heb hem veel goed in. Uiteindelijk... En een paar goede kansen maken we niet. En dat duurt nog even te lang dat we 1-0 maken. Maar door een geweldige vrije trap van Sander wordt het 0-1. En daarna krijg je nog 2-3 kansen op de 2-0. Maar vooral de onverzettelijkheid in de groep, in het elftal. Niks weggegeven. De jongens die inkwamen, Kevin, maar ook Mathieu en Mannes, vielen goed in. Dus dan zie je dat je een brede goede groep hebt. Dat het enige kritiekpuntje dat je deze wedstrijd ook wat eerder kan beslissen? Ja, we blijven moeilijk scoren. We hebben 2 goals gemaakt en 2 keer een standaard situatie. Dus dat is prettig, omdat we daar veel op trainen. Maar we willen ook gewoon de goals maken. En die mogelijkheden waren zeker vandaag. Door je stelt Macalon, buitenspel wel of niet, denk het niet. Sander Houtkoop 1-1 te keeper. Nou, Mathieu, die een paar goede momenten waar een doelpunt uit had kunnen komen. Dus dat moet nog beter. Het zijn de verdedigers die scoren op het moment. Ja, dat is eigenlijk slecht teken aan de wand. Hè? Dus, maar aan de andere kant houden we nog wat goed van de aanvallers. Die gaan het dan volgende week doen? Die gaan het volgende week doen, ja.